Oké, de tweede groep van het vetplankje, welkom. Ja, waar moet, aan welk chakra moet jouw geliefde aan werken? Dat is zijn gevoelens, zijn of haar gevoelens, het is ook voor vrouwen. Aan de sacrale chakra, dat is bij het heilige been, het is de kleur oranje, element water. Steen wat je kan gebruiken, en dan kan je op dat chakra leggen, dit is tangerine of kwarts. Kleur sinaasappel mantra is VAM. En hier staat de kleur van de tweede chakra is vrolijk, actief, enthousiast, vriendelijk en creatief. Oranje kan helpen bij het uiten van gevoelens en om je creativiteit te laten stromen. Het is een sensuele kleur. Tweede chakra. Er wordt ook wel sacra genoemd, omdat het ligt ter hoogte van het heilig been. Daar waar de organen liggen die nieuw leven kunnen scheppen. Dus ja, bij de baarmoeder, hè? Of ja, bij de man is het natuurlijk anders. Dit chakra belichaamt het recht om te voelen en te scheppen. En het stuurt onze dromen en fantasieën aan. Het is verbonden met water en alles wat vloeibaar is. Als het uit balans is, ben je gevoelig, intuïtief en creatief. Bij verstoring of bij verkramping van dit chakra word je overgevoelig en onrustig. Je hebt moeite om met de stroom mee te gaan, om je grenzen te bewaken. Je kunt zelfs een beetje depressief worden of hardheid, ongevoeligheid en agressie wijzen op een verkramping van dit chakra. Wat je kan eten: sinaasappel, pompoen, oranje, paprika en wortelen. Ja, de kleur oranje eten, hè? Dat is de gevoelens. Hè. Deze persoon moet waarschijnlijk meer gaan voelen. Is een beetje geblokkeerd in gevoelens. Nou, laten we kijken de volgende kaarten. De kleur violet. Creatief. Create a balanced life. Dus deze persoon moet in balans komen met zichzelf. En misschien de omgeving in balans brengen. Dit is zwart. Find the richness with the dark night. Waarschijnlijk moet deze persoon door een donkere periode heen. Of is nu in een donkere periode. Ja, deze persoon moet hier uitkomen en weer balans vinden in het leven. En weer gaan voelen. Goed, laten we even deze kaartjes kijken. Ja, deze persoon voelt aan dat er iets niet klopt, waarschijnlijk in een situatie waar deze persoon in zit. Het voelt niet zo goed meer. Het kan zijn dat je te maken hebt met jaloersheid in de omgeving. Of het kan zijn dat deze persoon misschien jaloers is op jou. Kan ook. Ja, maar deze persoon wil het allemaal beter zien. Dus gooit zijn blinddoek af en vindt wat hij of zij zocht. Ja, deze persoon wil zo gauw mogelijk weg uit de situatie. Maar die wil ook uit die donkere periode eigenlijk, hè? En het leven weer uitbalanceren. Want hij voelt zich wel gesteund door het universum, misschien door jou. Deze persoon wil graag een vakantie plannen. Deze persoon houdt waarschijnlijk erg van reizen. Maar deze persoon zit een beetje in angst, hè, want in de Dark Night of the Soul is het natuurlijk niet zo fijn vertoeven. Maar soms is het nodig om weer het licht te kunnen vinden. Ja, misschien waren de geheimen tussen jullie, waren jullie open tegen elkaar, dus de maankaart. Maar ja, deze persoon zit nog wel een beetje met angstgevoelens. Maar dit is de edelsteen aas. En ja, de beloning komt van het universum. Komt een nieuw begin. Het is een ace-kaart, dus een nieuw beginkaart. Dus waarschijnlijk wordt deze persoon beloond voor het moed om uit die donkere periode te komen. Voelt zich ook gesteund door het universum. Ja, deze persoon zegt tegen jou: het spijt me dat ik je harde tijden bezorg en sorry voor mijn onbegrip. Ja, deze persoon weet waarschijnlijk dat jij door ook door moeilijke tijden heen moet. Sorry dat hij daar geen
niet daar beseft heb hoe dat moeilijk het ook voor jou was. Het geluk, dan ben jij alleen. Goed, laten we even dit kijken. Deze deur, ja, deze deur gaat open. Ja, deze persoon moet het onbekende, dus gaan we ingaan eigenlijk. Die deur gaat open, maar het is een onbekend terrein waarschijnlijk. Ja, deze persoon moet op de liefde gaan focussen, op de fundatie en op het doel eigenlijk. Om het lichaam, de ziel en de gedachten, de mind te zegenen. Blessed is the body, mind and soul. Gezegend is het, ja, het lichaam, gedachten en de ziel. Hier staat ook, vandaag zoek ik het gezelschap van mensen die het beste in mij wakker maken. Dus deze persoon moest naar mensen gaan die het beste wakker maken. Vandaag ben ik gul in het uiten van mijn waardering. Ja, deze persoon moet misschien iets meer waardering tonen naar mensen om zich heen. Dan dat hij nou al doet waarschijnlijk. Deze persoon wil het eigenlijk opnieuw proberen. Laten we het opnieuw proberen. Ik heb spijt, ik was niet aardig tegen je. Ja, ik zie heel veel spijt. En het spijt deze persoon ook dat je dat naar harde tijden zijn bezorgd. En sorry voor mijn onbegrip. Dus ik zie heel veel spijt van dingen. Dan heb ik spijt dat die persoon niet aardig was tegen je. Hier staat consider your foundation. Look at how committed you are to love. Kijk hoe je toegewijd bent tot de liefde. De liefde tot jou. Hè, om echt te voelen. Deze persoon moet echt weer gaan voelen. Misschien heeft deze persoon wel heel veel dingen meegemaakt. Dat het een beetje dat gevoelens een beetje aan de kant geschoven zijn. Luister naar je hart. Ja, deze persoon moet dus naar zijn liefdevolle hart gaan luisteren. Want het is een liefdevol persoon, deze persoon. Maar ja, hij moet toch even bij zijn gevoelens komen tegenover opzichte tot jou. Ja, deze persoon gaat die liefde krijgen en waardering. Maar deze persoon moet echt dus de gevoelens gaan tonen. Dus ook zelf geven, maar zodat hij het ook terug kan krijgen. En die waardering ook van jou, hè. Dus de liefde ook terug kan krijgen van jou, moet deze persoon ook door een moeilijke periode heen. Om dingen uit te balanceren. Maar voelt zich dus wel gesteund door jou. En dus ja, de blinddoek afgooien en gaan zien ook. Hoe de huidige situatie is ook in het leven van deze persoon. In ieder geval bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Word lid. Er zijn nog heel veel mensen die niet lid zijn. Die zo kijken. Heel jammer. Word alsjeblieft lid. Ik wil graag tot 850 komen. Vanwege de verloting van mijn kaarten. In ieder geval. Geef me een like als het klopt. En tot de volgende keer. Deel ook mijn filmpjes. Doei.